zelfs hier straks op de tribune. Ja, dat mag wel. Alleen als je nou, zal ik nog heel even verder praten? Ja, nou, hoe gaan we dit doen? Dan gaan we aan de wethouder vragen of die oplossingen wil bedenken. En ja, daarna is het eigenlijk alweer afgelopen voor vandaag. Niet aan trekken. Het wordt een beetje duur met dat zeilen. Ja. Je staat al, ik wil zeilen, voor onze 7000 plat. Dat willen zij volgens mij hier niet bij de koning. Nou, dat moeten we samen doen. Ja, dat denk ik. Ja, ik denk het wel, ja. Wij willen zeilen! Wij willen zeilen! Wij willen zeilen! Voorzitter, dank u wel. Ja, vandaag Nesselanden. Waar denk je aan bij Nesselanden? Een mooie, leuke, nieuwe wijk met veel jonge gezinnen, veel jonge kinderen. Vandaag op de tribune ook veel jonge kinderen uit die wijk aanwezig met betrekking tot dit agendapunt. Wij willen ook in de toekomst graag de kinderen de mogelijkheid geven om op de woensdagmiddag en de zaterdagochtend en de zondagmiddag en wanneer dan ook lekker te leren zeilen en op het water aanwezig te zijn. Ik wil de wethouder vragen om... deze zaak is in de commissie te bespreken met een aantal mensen die ook binnen de raad daar wat meer van af weten. Wat voorwerk te doen en is samen naar oplossingen te zoeken om daar gewoon op het moment dat het project af is een goede start mogelijk te maken voor verenigingen, voor commerciële watersport, voor alles. Maar dat het op voorhand bekend gaat worden hoe we dat op een positieve manier gaan inkleden. Meneer de Jong, mag ik op de publieke tribune vragen wel te gaan zitten? Want enige vorm van demonstreren vanaf de publieke tribune is niet toegestaan. Alhoewel ik uw actie goed begrijp. Andere leden van de raad? Mevrouw Brons. Ja, dank u voorzitter. En wij werken met plezier mee aan het agenderen van deze rechtse hobby. Want we zijn al lang blij dat we die een keer hebben kunnen ontdekken. Voorzitter, ook D60 ondersteunt het verzoek van Leefbaar Rotterdam. We beginnen wel aparte reputatie te krijgen met watersport en Rotterdam. Dus ik hoop dat we daar toch wat vervarend mee aan de slag gaan. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat de wethouder het ook goed oppakt. Ja, voorzitter, ook de CDA-fractie steunt deze aanvraag van Leefbaar Rotterdam. Er wonen veel gezinnen in Nesselanden en die zijn er misschien ook juist wel, weet ik wel zeker, deels komen wonen vanwege die watersportvoorzieningen. Wethouder Karkus. Voorzitter, het lijkt me inderdaad heel goed om dat in de commissie te bespreken. Ik zal in ieder geval de laatste feiten voor u even op een rij zetten en dat doen toekomen. Akkoord, dan wordt het doorgeleid naar de commissie voor de nadere bespreking.